leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie sommigen weten, was er een glitch dat je dit kon doen en naar achter kon rijden. En dan pad je naar rechts en had je je klep op het vallen, kruisje en al die shit. Nou, dat kan nu niet meer. Dat is gepatcht. Dus er is een manier verzonnen. Dan zet je je MOC daar. Hoe kan je dat uit van deze kant naar die kant doen? Nou, heel simpel. Ik heb net één keer al gedaan. Ik heb nog geen nieuwe sessie gevonden, maar we rooien daar 5 stickies. Geniaal wie dit heeft verzonnen. Nou. En dan pak je een granaat. Even een... Ja, granaat. En die gooi je erop. En dan ga je als een weer naar achter. Wacht. Je hoort de explosie. Ik heb nu geen kops, net wel. En dan doe je padje naar rechts. En dan hoor je dat geluid. En dan ga je naar binnen. En dan moet je zelf doen wat je eerder hebt gedaan. Dus ik ga nu een friend zoeken die ik kon joinen. Ik heb het net al bij iemand gedaan. Dan doe ik het weer bij dezelfde friend. En dan kom ik zo terug. Nou, nu ben ik een vriend aan het joinen. En de eerste die accepteer je. En de tweede doe je nee. En dan kan je je auto spannen. Je kan ook daar spannen. Dat heb ik al gehad. En dan, ja, dan heb je al. Ik heb al 2 duplicaties. Maar nu heb ik er al 1. En nu ga ik even een nieuwe sessie voor jullie joinen. Om te laten zien dat ik hem heb geduped. Want kijk, ik kan nu al mechanic gaan bellen. Zo, mechanic. En dan kan ik het jullie laten zien. Dat ik er geen auto's heb instaan. En dit is echt niet gepakt. Ik weet niet hoe ik dat nog niet. Nou, LG. Nog niks. Nog een keer helemaal niks. Niks in. Nou, hier is ook niks. Hier is ook niks. En hier is ook niks. Dus, laten we nu even een andere sessie gaan joinen. Nou. Dan gaan we naar... ja, dan gaan we toch via kreten doen, hè? What the fuck? Ik denk creator mode, wat de hel. Nou, hopen dat hij nog steeds werkt. Want hij werkt echt, mensen, hij werkt echt. Want mijn vriend heeft het nog net gedaan. Ik zeg niet wie, want hij wil dat niet. What the fuck? Kijk naar die... Wat was dat nou ook weer? What the fuck? Oké, dat was echt iets raars. Nou, dan gaan we naar online. Play GT online, invite only session, yep. Yep. En ook nog een tip voor jullie. Luister hier echt naar, jongens. Luister hier echt naar. Je moet 2 auto's per uur verkopen. Dat is een hele goede tip van mij. Luister echt naar mij, want je krijgt toch 800, 900.000 van deze auto's. Dus 2 auto's hebben 1,8 miljoen. Oké, dat is al veel. Dus ik zou echt gewoon 2 auto's per uur verkopen. Dat is echt een tip. Want als je meer verkoopt, kunnen er dingen gaan gebeuren volgens mij of zo. Want ik heb het van iemand gehoord. Ik weet niet meer van wie, maar volgens mij van Daddy Cool. Ja, van Daddy Cool, ja, had ik het gehoord. Dus niet meer dan 2 auto's verkopen per uur. Dus gewoon de hele tijd je time aanzetten. Gamen. 2 auto's verkopen. Nou, en nu gaan we mechanic weer bellen. Oh, wacht, hij kan hier natuurlijk niet komen. Nou. Ik heb trouwens de jogger outfit. Heb ik in mijn livestream geglitcht. Maar, ja, de body kwam er niet op. Dus dat was een beetje jammer. Dus ik heb maar zo gecustomized een beetje. Nou, ik nog met een scary. Je ziet ook dat mijn body geglitcht is. Nou. Nu gaan we even mechanicje bellen. Nou, ik hoop dat hij nu ook wel even werkt. Some wheels? I can bring them around. Dus... Nee. Nou, hij is dus niet gelukt bij mij. Want ik zag al dat ik iets verkeerd deed. Want ik ging naar creator mode. En dat had ik dus niet moeten doen. Dus dit is dus de glitch. Probeer jij ook even
En kijk dan of die werkt en Aish.